Hallo, ik ben Vincent Buitenhuis, directeur bij Veluwonen. En ik sta hier in de buurt Oud-Eerbeek. Een buurt van zo'n 60, 70 jaar oud, waar wij de laatste tijd onderzoek hebben gedaan naar de toekomst van deze buurt. Hoe is de technische staat van onze huizen? Wat vinden mensen van onze buurt? Zijn de woningen te verduurzamen? We hebben het de afgelopen tijd allemaal onderzocht. We deden bewonersonderzoek en daar kwamen mooie uitkomsten uit. Want wat blijkt? Veel huurders vinden de buurt fijn. Maar de woning kan wel een opknapbeurt gebruiken. Of sommigen vinden zelfs dat ze wel gesloopt kunnen worden. Vele wonen wilden graag de hele buurt vernieuwen. En het bewonersonderzoek bevestigt dat ook. Ons plan is om eind 2022 te starten met het opknappen van de huizen in deze buurt. Zo'n 100 in totaal. Daarnaast breken we bijna 90 woningen af en daar bouwen we nieuwe woningen voor. Dat doen we in de periode 2026 tot 2028. Veluwonen wil graag goede en duurzame huizen verhuren. En daarom is het soms nodig om huizen te slopen en opnieuw op te bouwen. We hebben dat aan de Eerbeekse Enk ook gedaan, zoals u hier kunt zien in de Volmolenweg. Voor sommige van onze huurders is dit natuurlijk een heftige boodschap. We knappen veel woningen op, maar we gaan ook slopen. Dat is natuurlijk altijd slecht nieuws voor veel mensen. Of het komt ze niet uit. Daar houden we rekening mee. Tijdens een bijeenkomst in kleine groepjes hebben we met iedereen gesproken. Er kwamen verhalen los, er werden emoties gedeeld en er werden veel vragen gesteld. We hebben daar oor en oog voor. We laten onze huurders natuurlijk niet in de kou staan. We gaan ze zo goed mogelijk helpen. En mijn collega Nicole gaat dat samen met haar collega's doen. Natuurlijk, we gaan onze bewoners zo goed mogelijk helpen. De bewoners, de huurders van wie de woning wordt afgebroken, krijgen een bijdrage in hun verhuiskosten. Ze krijgen voorrang op een ander huis in de Stedendriehoek. En willen zij straks terugkeren naar hun oude buurt in een nieuwe woning, dan kan dat. Tussentijds krijgen ze dan een tijdelijk huis van ons aangeboden. Verder gaan we ze zoveel mogelijk individueel begeleiden. We willen ze zo goed mogelijk informeren op die manier en zoveel mogelijk ondersteuning bieden. Ook gaan we een bewonerscommissie opstarten. We willen immers bouwen voor de buurt en daar ook deze bewoners bij betrekken. We staan voor onze huurders klaar met raad en daad. We begrijpen dat onze plannen een grote impact hebben op onze buurtbewoners. Dat geldt ook voor woningeigenaren. Daarom gaan we met iedereen in overleg en heeft iedereen van ons al een brief ontvangen. Maar we weten echt zeker dat onze huurders er een fijn en duurzaam huis voor terugkrijgen. Nu is het niet leuk, maar er komt iets goeds voor terug. Dat vertellen onze huurders in de Eerbeekse Enk ons eigenlijk ook. We wensen onze huurders veel sterkte de komende tijd. We zien er naar uit om met hen samen te werken aan een nieuwe toekomst voor Oud-Eerbeek. Dank voor uw aandacht.